Hey, vandaag ga ik voor jullie een accentnagel maken met de leuke studs die ik laatst bij Born Pretty Store uit mocht zoeken. En ik laat jullie vandaag zien hoe ik ze gebruikt heb. Als eerste heb ik mijn nagels gelakt met een gel lak. Ik heb een donkerpaarse gel lak geprobeerd. Ik heb allemaal nieuwe kleurtjes gekocht toen ik laatst op de beurs was. En ik wilde graag eens kijken hoe lang dat dit nou goed bleef zitten. Dus ik heb een mooie donkerpaarse kleur van Alessandro op mijn nagels. Maar je kunt natuurlijk ook elke andere willekeurige kleur gebruiken die jij graag wilt. Voor de accentnagel ga ik dit wiel gebruiken van Born Pretty Store. En het heeft 6 neonkleurtjes en het zijn allemaal studs. En dat zijn rondjes en sterretjes. En hiermee ga ik dus een accentnagel maken. Ik ga de studs vastzetten met topcoat. Ik gebruik de OPI Start to Finish topcoat. Of dat is eigenlijk een base en topcoat in één. En ik gebruik mijn Conad Rhinestone Picker. Dat is echt een heel handig dingetje. Maar je kunt ook een saté stokje gebruiken of een dotting tool of wat dan ook. Ik heb van elke kleur 3 studs gepakt. En dan kan ik nu gaan beginnen. Ik breng een beetje topcoat aan bij de basis van mijn nagel. Ik hoef nog niet alles te doen, want dat droogt vrij snel op. En dan kun je er toch niet meer mee werken. Ik ga een soort regenboogpatroon maken. Daarvoor leg ik eerst de paarse studs neer. En ik wil het een beetje speels. Dus ik ga het niet helemaal in een perfect rijtje leggen. Maar ik ga ze een beetje laten verspringen. De studs zijn trouwens mooi plat. Waardoor ze goed op de nagels liggen. Daar was ik nog wel een beetje bezorgd over of dat wel goed zou komen. Inmiddels zijn we al bij de blauwe kleur. Ze pakken ook goed op. Ik duw ze tussendoor nog even goed aan. Nou, en nu voel ik dat de topcoat eigenlijk al droog is. Dat gaat, het is een beetje per topcoat verschillend, maar ik vind dat het altijd wel heel snel gaat. Dus ik breng gewoon nog een extra beetje aan. En dan gaan we naar de groene. Je rhinestone picker of je dotting tool, wat dan ook, wat je gebruikt om je studs op te pakken. Als het nou niet zo goed werkt, als ze niet echt loskomen van de ondergrond waar je ze op hebt liggen, dan kun je ze altijd even pakken met een beetje water of een beetje speeksel. En dat zorgt ervoor dat ze blijven plakken aan je stokje. En daarna is de topcoat eigenlijk zo nat dat ze daar echt wel in blijven zitten. Nou, het past echt net aan de bovenkant. Ik had eigenlijk dit een klein beetje dichter op elkaar moeten zetten. Maar dat kun je achteraf niet zo goed meer corrigeren. Maar ik vind het wel een heel erg leuk effect. Ik ga het nu een klein beetje laten drogen. Zodat de topcoat een beetje de kans krijgt om de studs vast te zetten op de nagel. En dan breng ik over dit hele geheel nog een laagje topcoat aan. Als laatste stap breng ik dus een goed laagje topcoat aan. Nou, als je zo van de zijkant kijkt, zie je dat het niet echt super dik is geworden. Dus ik denk dat de studs ook wel echt goed een aantal dagen blijven zitten. Ik ben benieuwd wat jullie van zo'n accentnagel vinden. Zou jij het over al je nagels doen of ook alleen als een accentnagel? En vergeet niet om even bij de kortingscode te kijken hieronder aan de video. Want dan kun je deze leuke studs ook nog met korting krijgen. Dus ik wil je bij deze bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!